Stanley, onze vrijwilliger, heeft meegedaan aan de marathon van Rotterdam. Ian was erbij om dit te gaan filmen. Nog één nachtje slapen. En dan de hoeveelste marathon? De 12e marathon. Voor jou? Even de startbewijs ophalen. Gaan we even kijken hoe dat werkt. Oké, prima. Oké, tot zo. En dan gaat het nu gebeuren, hè? Het startbewijs. 18,94. Alsjeblieft, meneer. Dank u wel. En een hele goede loon. Ja, prima. Succes. Doet u dit vrijwillig? Ja, ik doe het vrijwillig. Oké. En sinds wanneer konden ze dat afhalen, zo'n bewijs? Vanaf gisteren. Vanaf gisteren? Vanaf gisteren en... tot morgen 10 uur. Goed nummer. Ja. Lucky number. Lucky number. Wat gaan we nu doen? Nou, die ga ik inleveren en dan krijg ik het. Oké, ik loop met je mee. Oké. Oké, nou, hij krijgt zijn t-shirt. Dat doet met u de hele dag aan het doen. Best oud snack gehad. Mag ik een steentje proeven? Zeg nou, Stanley. Het is nu zaterdagmiddag. Begint de adrenaline al te werken? Nou, die is al aanwezig, ja. Maar wat vind je van al deze commercie eromheen? Het is gewoon één grote commerciële zaak hier. Ja, nou goed, als je een t-shirt nodig hebt of iets om te eten, dus dan is het bij deze super fijn. Oké. En ze heeft zo'n schappelijke prijs ook, hoor. Goed, Stanley, wat even de situatie nu? Want, ja, ik heb nu mijn t-shirt, ik heb mijn startbewijs, dus ik ga nu naar huis. Oké, dat was het. Ja. Dat was het. Terug. Ja, tot zo dan. Tot zo. Bedankt. Dag jongen van Marathon Rotterdam. En achter hem heb ik de vijfde achter de de day after. Nou, de marathon is voorbij, maar waar was je op de eindstreep? Vertel, wat is er gebeurd? Nou, het is wel veel verder uitgelopen dan ik verwacht had. Ik had op het oog om 4:30 te lopen, 4:45.
Maar na de 27 kilometer punt kreeg ik het heel moeilijk. Ik heb namelijk een heel grote blaar opgelopen. En dat heeft mij parten gespeeld. Ik had geen last van de warmte. Maar het ging wel lekker. Maar tot ik die blaar heb opgelopen, toen ging het wat moeilijker. Dus ik heb na de 30 kilometer punt stukken moeten wandelen. En dan heel rustig aan het gedaan. Ik dacht, nou ja, dan nut ik maar de volledige tijd van 5,5 uur. En dat is mijn geluk. Dus ik heb 10 minuten voor tijd ben ik gefinished. Dus ik heb er 5 uur en 20 minuten over gedaan. 5 uur en 20 minuten? 20 minuten, ja. En dat is een record traag binnenkomen. Ja, dus de record van de slechtste marathon die je gelopen hebt. Oké. Het hoogtepunt is dat het publiek vond ik fantastisch. Okay. Die heeft me er doorheen gesleept. En ik moet zeggen, ook bij Krooswijk en zo. Mensen met muziek, mensen die met bananen, kinderen met sinaasappel, met sponges. Die hebben me heel veel gesteund. Dus het was een gigantisch evenement, een heel mooi evenement. En ik vond het wel leuk om het weer voor de 12e keer weer te lopen. Ja. Oké, laat die medaille nog maar even zien. Wel gefeliciteerd namens alle Cineac-kijkers. We zijn trots op je. Dankjewel.